Hey de kijkers van de Wombat Guru, vandaag gaan we verder met Assassin's Creed Black Flag. En moeten James Kidd weer volgen. Who the hell was that jester back there? Atabai, an assassin. And my mentor. So you're all part of some daffy religion? We're assassins and we follow a free guide. But it does not command us to act or submit, only to be wise. Oh, do tell. I'd love to hear it. Hij zag er inderdaad wel wijs uit, die man van gisteren. Ook een beetje skeer, maar meestal zijn de meest slimme mensen erg skeer. Everything is permitted. I like the sound of that. Thinking what I like and acting how I please. You parrot the words, but you do not understand. Don't get haughty with me, kid. Oh, what the fuck? Oké, dan mogen jullie ook wel eens een keer weer renoveren of zo. Als het allemaal zo skeer is. En hoe kom ik nou aan de overkant? That's a door, I reckon. There should be some way to open it. A mechanism somewhere. Zullen we hier zo via de zijkant kunnen? Vast wel. Those blocks up there. Ga naar het deurmechanisme. Oké, dit is niet altijd moeilijk, dat ze al deze perfect geplaatste wortels. Oh, shit. Waarom kunnen jullie dit niet een keer wat beter maken of zo? Oh, what the fuck? Het deurmechanisme. Oh, wat? Oké. Waarom zouden ze zoiets ingewikkelds maken? So it's you lot them Templars have been chasing then. Until you came along and mucked things up, it was us chasing them. We had them running scared. Oké. They have the upper hand now. Deze sfeer bevalt me wel, van die ruïnes met een achterliggende gedachte erin waar je dan allerlei geheimen kunt ontdekken. Daar hou ik echt van. Ik heb ook altijd gehoopt dat er ergens in mijn huis een geheime gang naar beneden zou zijn. Naar allerlei geheime, gekke artefacten en zo. Wat moeten we doen? Springen? Oké. Hier naar beneden? Wat? Holy fuck. Hey. Om onder water te duiken. Maar ik hoef niet onder water te duiken. Wat is dit? Duik onder water? Oké, misschien dat we toch wel onder water moeten. Oh, dat is episch. Maar we hebben niet al te veel zuurstof. Waarom gaat de zuurstofmeter niet naar beneden? Oh, heel sloom. We zijn blijkbaar goed getraind. Omhoog zwemmen? Nee. Wat is dit, James Kidd? You're still drawing breath. Ja, ik had nog zat adem over. Curse you with, kid. Nog verder naar beneden? Oh, E ingedrukt. Ah. Shift om sneller te zwemmen. Oké, dat hadden we al wel wat eerder mogen weten. Het zuurstof gaat opeens een stuk sneller nu. Misschien omdat we al wat uitgeput waren. Hier weer iets naar boven. En hier dan helemaal naar boven. Zuurstof is nooit verkeerd natuurlijk. En wat hebben we hier? Ten eerste de beste waterval ooit. Nog beter dan die we eerst al zagen. In de twee afleveringen geleden of zo. Wat is het einde van had beter mijn tijd zijn. Dat zal op je zijn. Hoe is dat? Wat ik je heb gegeven om te zien, kan je spin je hoofd right round. Oké, wat moeten we hier doen dan, James Kidd? Gaan we hier meer van die artefacten en shit zoeken? Dat we de vorige keer ook al eentje hadden gevonden van de Maya's. In ieder geval de dachten we van de Azteken. Oh ja, er stond al een keer op die map van de Maya's, ja. Dat lijkt me wel vet als we een gek geheim vinden. We zouden ze ons gewoon even vertellen dat de wereld over 10 jaar of zo vergaat. Terwijl dat het gewoon echt totaal niet gebeurt. Tot nu toe hebben ze trouwens alleen op die dat de wereld zou vergaan in 2012 hebben ze overal gelijk in gehad. Wat ze zeiden. Maar misschien was het wel gewoon onze fout. Dat wij het gewoon fout hadden gelezen van hen. Dat weet ik verder niet. Wat doen we hierboven? Waarom heb ik de leiding? Ik denk toch echt wel dat jij het iets beter weet. Oh cool, een puzzel. Grand prize your mentor asked me to see. Looks nothing like the man they call the sage. I'm sorry to say. Keep your trousers tied up. With one more riddle to solve. Oké, je mag me wel helpen hoor. De hendel pakken. Oké, dit kan in ieder geval draaien. Maar wat dan? Ik heb geen idee. Wat is de bedoeling? Hoe krijgen we dat rode blok? Moet het dan niet gewoon... Kunnen we dat niet verplaatsen? Waar staat het rode blok op het groene platform? Of moeten we dit blok naar beneden zien te laten vallen? There's a difference between them animals on the statue. Misschien dat kan. Hendel pakken. En eentje laten draaien. En nog één. En het blauwe blok zit ook verkeerd.
Hoe krijgen we die dan goed? En de loslaat. Kunnen we hier niet opklimmen en die dan ook naar beneden duwen? Net zoals dat ze bij dat deurmechanisme deden. Ja, dat kan. Oh, pro skills. Oh, ik zie het al. Kijk. Ik ben best wel slim af en toe. Wij moeten deze, dit blok moeten we omhoog zien te krijgen. En dan moeten we de kleurtjes goed krijgen. Dat was waarschijnlijk ook niet een hele moeilijke puzzel. Maar ik vind het wel goed van mezelf dat ik het helemaal zelf heb opgelost. Moeten we dat groene blok dat we net naar beneden hebben gedaan weer weg zien te krijgen. Door deze weer naar beneden te duwen. En dan kunnen we dat blauwe blok daar op het blauwe laten staan. En daarna het groene blok op het groene, het rode blok op het rode. En dan zijn wij klaar. Laten we vallen. Nee, hiervan afgaan alsjeblieft. Dan moeten we deze zien te draaien. Zit er blauwe? Groen en blauw. Blauw hebben we al vrij. Dan draaien we die zo en dan kunnen we dat blauwe blok dus daar op laten vallen. Oh, deze pro skills van mij. Ik hou wel van puzzle games. Ik vind het leuk dat ze daar wat meer mee doen dit keer. In deze missie. Deze weer naar beneden laten vallen. En dan staat blauw in ieder geval goed. Wat? Was dat alles? Oh nee, er ging alleen één deur open. Oké, ik wou net zeggen. Als we de rest niet hoeven te doen, faalt het een beetje. Oké. Moeten we nu rood omhoog zien te krijgen. Dus hendel pakken. En nog eentje draaien. Dan kunnen we rood daar weer omhoog doen. Dan zijn we denk ik wel bijna klaar. Dus we moeten rood hier omhoog zien te krijgen. Klimmen we hier zo op. Doen we deze steen weer naar beneden. En is rood omhoog. Kunnen we hem weer draaien. Zetten we groen erop. En dan rood erop. Dan zijn we klaar met deze simpele puzzel. Daar zijn we natuurlijk veel te slim voor. Die draaien we. We zetten groen erop nu. Hendel loslaten. Hier zo. Oh nee, we moeten deze juist naar beneden doen, hè. Niet wel omhoog, hij was al omhoog. Doen we dit zo? Ik vind het wel knap, dit is ook in het echt zo, hè. Dat ze echt al zulke soort gekke werken, werksels hebben. Hoe ze dat in die tijd konden maken, want toen hadden ze totaal geen werktuigen en shit. Dus dat vraag ik me echt wel af. Nog eentje draaien, dan zetten we rood naar beneden. En dan gaat ook het laatste gezicht open. Hier naar boven. Ik vind het wel aardig van ze dat ze hier ladders hebben neergezet. Zodat je niet helemaal ingewikkeld hoeft te doen met naar boven klimmen. En de laatste gaat open. Wat? Oh, is er nog één? Jesus, that's him, the sage. But this thing must be hundreds of years old. Older still. You're certain it's him? Aye. It's the eyes that mark him. Did the Templars say why they wanted this sage? They drew some of his blood into this small glass cube. Like this one? Wat? Aan ligt ze daarin. They meant to ask him about the observatory too, but he escaped. Huh. We're finished here. Wat? We hebben net de hele deur opengemaakt en nu gaan we gewoon weer weg. Oké, ja, logisch. Het geheim van de wijziger. Vond ik een leuke missie met die puzzel. Dat moeten we vaker doen. Natuurlijk niet eens hetzelfde, maar wel meer van zulke puzzels. Enter. Is dat een Nederlands werkwoord? Enteren? Lijkt me niet. Lijkt me meer iets van overmeesteren. Dat is een beter woord. Of binnen dringen. What the hell did I just see back there? Tulum. Jim. We zijn hier dus weer op Tulum. We zitten in sequentie 4, overrompeld en onderbemand. Dan zijn we toch al wel begonnen, hè, met sequentie 4. Ja, toch? Dat weet ik vrij zeker. We hebben er al 3 gedaan. Dit is de laatste missie van sequentie 4. Oh, hier beginnen we met het laatste gedeelte ervan. Oké, we zijn al stil. In the temple. Was that the man you saw in Havana? Ja, dat weet ik echt heel erg zeker. It seems another sage has been found. The race for the observatory begins anew. Is that why we're whispering? This is your doing, Captain Kenway. Wat heb ik gedaan dan? The maps you sold to the Templars have led them straight to us. And now the agents of two empires know exactly where we operate. Oh. Leave this to me. Nou, het spijt me, maar het is gebeurd. En het kan niet meer teruggedraaid worden. What their lives are worth to him. Waarom gaat hij nou zeggen dat ik niet om een bemanningsleden geef? Dat is wel waar. Nee, dat is niet waar. Ik geef wel om ze. Wat? Zo'n schietpijp, dat is echt het meest geweldige wapen ooit. Je kunt ze gewoon supersnel ermee doden of wat dan ook. Of in slaap brengen. En maak gewoon geen geluid. De blaaspijp. De blaasspijp is een efficiënt steel afstandswapen waarmee je slapen, maar niet pijlen kunt schieten. Je kunt pijlen kopen bij handelaars en maken via je inventaris. Hoe nice is dat? Schiet slaappijlen af met 6. Je kunt wisselen met scrollen. Ja.
Oké, dat moet niet al te moeilijk zijn. Oké, waarom hem? Hij zit helemaal niet in de weg. Oké. En nu op hem afrennen. En hem vermoorden. Het zijn blijkbaar slaappijlen. Oh, dat doe jij al? Oké, mooi. Nieuwe upgrade beschikbaar. Manipijlen keer 5. Dat was niet de upgrade. Dat was gewoon iets anders. Oké, die wachten staat daar. Zijn hier in een verboden gebied? Wachters zijn geraakt door slaappijlen trekken de aandacht van anderen. Kunnen we deze wachten hier beschieten? Ja, mooi. Hebben we daar geen last van? En deze hier ook. Die. En die. En die. Perfect. Kunnen we nu deze mensen bevrijden? Als dat lukt, kom op. Dus 1. Oh, er staan er nog meer. Dan doen we die gewoon eventjes zo. Dat kan natuurlijk ook. Misschien nog wel sneller dan met die pijlen. Het enige nadeel is dat sommigen gewoon sneller zijn. Oké, die hebben we bevrijd. Many thanks, serieus. Oké. Dat was dus het eerste groepje van 2 personen. Moeten we keer 14 doen. Dus ik denk dat ik dit even ga fast forwarden. Ga ik niet vergeten. Dus veel kijkplezier. En we hebben de 14 bevrijd, dus ik denk dat het zo goed is. We hebben verder geen slachtoffers gemaakt. De wachters hebben ze niet doodgeschoten. Dat was even nice. Het duurde best wel lang, dus ik ben blij dat ik hiervoor heb gekozen. Kijk, een Nederlander. Daar moeten we niet trots op zijn als wij dat hebben gedaan. By God, you bravos are a cheery bunch, eh? All frowns and furrowed brows. Captain Conway. You have remarkable skills. Dankjewel. Mate, it comes natural. But you're churlish and arrogant, prancing around in a uniform that you have not earned. Ah, ik heb mezelf omgekleed in de kapiteinshut. I absolve you of your errors in Havana and elsewhere, but you are not welcome here. Waarom deden ze vroeger toch altijd zo onaardig? Wat leven we toch eigenlijk in een mooie wereld tegenwoordig? Wish it were otherwise. Nou, verander er gewoon iets aan. Kan toch wel? Kan gewoon. Was dat het? We gaan opslaan. We moeten eerst dus nog het missiegedeelte in de zijkant zien. Of is de missie nog niet voorbij? Cheery bunch of mates you've got. You deserve scorn, Edward. Prancing about like one of us, bringing shame to our cause. And what is that? Your cause? Is het het observatorium? We kill people. Templars and their associates. Folks who'd like to control all the empires on earth. Claiming it's in the name of peace and order. Sounds like the cast. Zijn een soort van Robin Hoods. You see? It's about power, really. About lording over people. Robbing us of liberty. That another message from one of your friends? Aye. I'll show you. Oké, laat me zien. Is het kijken waard? Cabo de Cruz, normaal. Wat zijn dit dan weer allemaal voor dingen? Er zijn echt veel dingen die je kunt doen, man. Was dit? Moordcontract. Oh, dat zijn al die dingen die je kunt vermoorden hier. Dat mensen je betalen om anderen te vermoorden. Dat is best nice. Niet om nu te doen trouwens. Missie voltooid. Overrompeld en onbemand. Oh, de manipijlen hebben we niet gedaan, want die zijn gewoon stom. Niet dat ik ze geprobeerd heb. Mijn slaappijlen zijn gewoon veel beter. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Volgende keer gaan we gewoon weer verder met sequence 5, denk ik al. Dus we zijn in aflevering nummer 11. Ik gok dat deze serie zo'n 25 à 30 aflevering gaat duren. Dus we moeten binnenkort wel klaar zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een like achter op deze video. Volg het op je favorieten. Abonneer op dit kanaal. Wees er wel blij van. Zijn er wel. Tot de volgende keer. En bye bye.